Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken een paar lichte buitjes over het westen van het land, maar verder stelt het allemaal weinig voor. Er is ruimte voor de zon en de temperaturen liggen in de vroege ochtend onder de 10 graden lopen wel langzaam wat op en een eventuele mistbank verdwijnt. Er staat niet veel wind, die waait hoog het zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag dan landinwaarts, misschien een enkele bui, maar op veel plaatsen droog weer, geregeld de zon 18 graden op de thermometers en wat wind betreft verandert er heel erg weinig. In de avond lopen de temperaturen natuurlijk weer wat terug en de nacht kan best fris zijn. Met in het binnenland temperaturen in de buurt van 6 graden en een enkele mistbank. Daarna hebben we morgen weer ruimte voor de zon. Mogelijk valt er nog een laatste bui in het noordoosten van het land, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en de temperaturen winnen een graadje. Het wordt ongeveer 19 graden in het binnenland. De wind is naar het noordwesten gedraaid en is nog altijd meest matig van kracht. In het binnenland vaak zwak. In de loop van woensdag trekt er dan een gebied met regen over het land. Daarvooruit kan het in het oosten, zuidoosten nog bijna 20 graden worden. En er is dan nog even wat zon. Maar daarna hebben we dus de regen. Donderdag is dat weer voorbij met misschien nog een enkele bui. Vrijdag een spatje in het binnenland en temperatuur in de buurt van de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.